Een hele goeie morgen! Jordi zit nu lekker aan zijn flesje. We hebben de ochtend al gehad, daar heb ik wat boodschapjes gedaan en medicijntjes voor Jordi gehaald. Zodat we die in ieder geval niet tekort komen met de kerst, hè jongen. En Jordi gaat dadelijk een slaapje doen, zijn middagdutje. En dan ga ik ondertussen een beetje opruimen hier en wat spulletjes klaarzetten. Want morgenochtend wordt hij opgehaald door opa en oma. En dan gaat hij een nachtje bij opa en oma slapen. Gezellig, hè? En dan kom je eerst de kerstdag weer naar papa en mama toe. En dan zijn opa en oma hier ook. En dan doen we kerstvieren met z'n allen, hè? Ja. Hé, jongen. Gezellig, hè? Naar opa en oma. Maar goed, eerst gaat hij nog een middagdutje doen hier. Nee, jongen. Morgen ben je bij opa en oma. Ja. Inmiddels is Jordi alweer wakker. En we zijn even aan het oefenen. Ik had nog deze kleine flesjes staan. En ik ben aan het uittesten van wat ga jij met drinken doen? Want hij moet het ook zelf kunnen. En ik had nog oude speentjes. Van zijn pap. En tomatensap. Niet lekker. Nou, vastpakken. Zelf vastpakken. Ja, hoe gaan we dit nou doen, hè? Dus dat is nog eventjes een beetje een dingetje. Maar hij weet waar het voor is. Want als ik hem gewoon zo vasthoud, dan slurpt hij er wel van, hè? Tomatensap is overigens gewoon verdund. Dus het is niet zo dat hij hier, weet ik het, hoeveel van binnen krijgt. Happen? Nee. Dus volgens mij, als ik hier nou eens mee ga oefenen, dat hij het in ieder geval zelf kan, dat zou wel echt een hele uitkomst zijn. Want hij zat net echt gewoon netjes te drinken. Nu zit hij er gewoon een beetje mee te spelen. Nee, je moet er niet mee spelen, je moet drinken. Je moet drinken. Voor mij ook even uitzoeken hoe en wat, maar volgens mij gaat hij dit wel enigszins accepteren. Ben je klaar? Oké. Okay. Hij heeft in ieder geval een paar hele goede slokken genomen, dus daar ben ik trots op. Doen we het straks nog een keer proberen, hè jongen? Ja. Nee, jongen? Ja, het lekker stuk, hè? Oh, ja. Oh, oké. Okay. Dus straks nog een keer proberen. Ja. Dus, ja. Ik heb denk ik iets gevonden wat hij wel lekker vindt. Ga je verder Boomba kijken? Och, wat een lekkere natte kleffe kus. Maar goed, ik ga heel eventjes uploaden. En verder met van alles hier, want ik ben van alles aan het doen. En eten koken en dat soort dingen. En dan dadelijk ook even Jordi's lui verschonen, want die heeft het volgens mij ook volgemaakt. Dus ja, het zijn druk aan de gang. Aboe! Jordi ligt inmiddels lekker in bed. Niels heeft hem gebadderd en een flesje gegeven en alles. Ik ben ondertussen naar de winkel gegaan. Ik heb alle kerstboodschappen in zoverre dat ik weet binnen. Ik had een boodschappenlijstje gemaakt, dus ik hoop niet dat ik iets vergeten ben. En
Ja, die heb ik nou net opgeruimd. En dan ga ik de spullen voor Jordi voor morgenochtend klaarleggen. Zodat mijn ouders hem gelijk mee kunnen nemen. En dat het gewoon goed is. Dat ik alles heb voor hem. En ja, poepoe. Het was niet heel druk in de winkel. Dus ik ben wel blij dat ik nou ben gegaan en dat ik niet heb gewacht. Eigenlijk zou ik het morgen doen, maar ik had Niels opgebeld. Ik zeg, ik ga vanavond boodschappen doen. Ik zeg, want mijn vleesjes heb ik al in huis. We doen gourmetten. Ik hoef alleen eigenlijk de groentes en dat soort dingen te halen. Stokbrood, ja, die dingen. Ik zeg dus... Tiramisu was geen vriezerproduct? Nee, tiramisu niet. Nee, Niels. Dus ik zeg tegen Niels van, ik ga vast naar de winkel. En dan doe jij Jordi maar. Dus dat is geregeld. Oh, Niels gaat mij even uitleggen hoe dat kinderding werkt wat bij mijn ouders in de auto moet. Een hele goede morgen. Gisteren heb ik alles klaargezet in zover voor Jordi, want die gaat vandaag naar mijn ouders toe. Een nachtje, gaat hij slapen. Dan moet hij straks ook naar verjaardag van mijn nichtje gaan. Die is jarig, die is altijd op kerstavond jarig. En ik hoef alleen nog maar speelgoed en knuffels in te pakken. En zijn flesje. Maar ja, die krijgt hij dadelijk nog. En hij is nou net wakker. Hi! Goedemorgen! Goedemorgen, Skeet. Hoi. Ja. Als mijn ouders hem straks hebben opgehaald, dan ga ik boven poetsen en beneden poetsen. En dan is het voor mij gewoon heel eventjes mama tijd. Gewoon even niks. Morgen komt hij dan alweer naar huis. En dan kunnen we een keer uitslapen. Ja, uitslapen. Samen papa en mama uitslapen. Ja, dat hebben papa en mama ook al even niet meer gedaan, hè? Uitslapen. Ja. Volgens mij ben je tussendoor nog eens aan poepen. Ja. Oh, oké. Ja, dat is prima, jongen. Als jij moet poepen, moet je poepen. Ja. Oké. Nou, ik ga hem heel even uit zijn bedje halen. En zijn luiertje doen. Flesje geven. En zorgen dat hij in principe dadelijk klaar staat om opgehaald te worden. Zodat hij gezellig naar opa en oma kan. Hé, jongen. Zo. Jordi is met mijn ouders mee. En ja, die zijn al onderweg naar mijn ouders. En ik ga hier lekker rommelen en doen. En ja. Nou. Ik heb boven gepoetst, douche gepoetst, heel veel was weggewerkt. Ik heb nu nog een paar wasjes en dan is boven gewoon, ben ik bij. En hier beneden moet ik nog het een en ander doen. Maar ik ga nu eerst even een uurtje niks doen. Want ik heb geen kind in huis. Ja, in mijn eigen huis. Maar daar moet ik even van profiteren. Denk ik. En dan ga ik hier beneden het een en ander doen. En dan kan kerstavond voor mij en Niels beginnen als hij straks thuis komt naar zijn werk. En Jordi die sliep als het goed is nog. Dus ja. Tussendoor word ik natuurlijk wel op de hoogte gehouden. En Jordi doet het gewoon goed. Dus maar in ieder geval, ik ga nu even niks doen.
Jordi is lekker bij opa en oma. Ja, Niels is inmiddels alweer thuis even. Ja. We hebben gegeten en... Een beetje opgeruimd hier. Ja, we hebben tv gekeken en dingetjes. En wij gaan... Trouwens... Je ziet eerst nog wat filmpjes van hoe het bij opa en oma gaat. Ja, want oma die heeft het een en ander gefilmd, begreep ik. En die gaan jullie nu zien. Op weg naar opa en oma. Wij zijn weer thuis bij opa en oma. Wij gaan nu lekker bankzaken en beleggingen doen. Kinderloos. Ja, niet helemaal, maar... We horen geen boe. Nee, we horen geen boe. Dus we wensen iedereen alvast fijne kerst. Ja, fijne feestdagen allemaal. Fijne feestdagen. En wij gaan bij deze ook de ups en downs afsluiten. Tot de volgende keer. Tot ziens.